een nieuwe weekvlog. Het is maandag 11 november. Ik ga weer eens een weekje vloggen. Ik heb deze week eigenlijk genoeg op de planning. In de zin van morgen een sollicitatiegesprek is spannend. Vrijdag de belafspraak met de neuroloog is spannend. En tussendoor ga ik woensdag nog naar Noordwijk. Naar de winkel van de Meilandjes, hoe heet ze weer? Nou, glazen halen voor Laura, want Laura is vrijdagjarig, ook heel erg leuk. Dus dat moet natuurlijk ook gevlogd worden. Dus ik heb deze week weer leuke dingen om te vloggen, spannende dingen om te vloggen. Dus vandaar. En wat ga ik verder? Verder heb ik niet zo heel veel plannen voor vanavond. Ik wil me voorbereiden op het gesprek voor morgen. En verder wil ik nog een verjaardagspagina voor Timmy maken. Die was natuurlijk gisteren jarig, dus dat is ook heel erg leuk. Of ik dat vanavond ga doen, weet ik nog niet precies. Maar in ieder geval wil ik dat wel gaan doen. Dus ja, ik heb er wel zin in. We gaan het zien. Voor de rest heb ik voor vandaag niet zo heel veel te delen. Maar morgen dus een hele spannende dag. Dus misschien als er nog wat gebeurt, zie ik je vanavond nog even terug. En anders tot morgen. Goedemiddag, het is dinsdag 12 november. En ik zeg goedemiddag. Nou, het is goede avond. Het is 6:10 en het lijkt wel nacht. Maar dat leek het vanochtend om 10:00 ook. Wat een weer vandaag zeg. Niet normaal. Maar ik heb een sollicitatiegesprek gehad vandaag. En dat ging goed. Ik weet nog niks. Ik heb er wel een heel positief gevoel aan overgehouden. Maar ja, het is afwachten. Dus spannend. Kijk, en wordt het hem niet, blijf ik gewoon lekker zitten waar ik zit natuurlijk. Dus ik zit niet op een schopstoel. Dat maakt het wel wat relaxter natuurlijk allemaal. Dat is ook zo. Ik ga lekker even een bakje nemen. Beetje vlogjes kijken tot het 7:00 is. En dan gaan we natuurlijk weer kaarten. Morgen wordt een leuke dag. Dan ga ik ook veel vloggen, denk ik. Dan gaan we naar de winkel van Montana Meiland in Noordwijk. Met Wies, mama, Tim en ik. Want we gaan dan cadeautje kopen voor Laura de verjaardag. Want die is vrijdagjarig. Dus ja, die wil heel graag die wijnglazen hebben van Chateau Meiland. En misschien ook nog een t-shirt. Ligt er een beetje aan hoeveel het allemaal kost en zo. Maar we gaan gewoon kijken. En daar heb ik heel veel zin in. Dus ik denk dat ik jullie morgen zie. Maar wellicht ook als er straks nog wat gebeurt of vanavond. Natuurlijk pak ik jullie er dan even bij. Goedemorgen. Het is dinsdag 13 november. En ja, het weer werkt niet echt mee. Maar ik ga zo gezellig met mama en Wies en Tim naar Noordwijk. Naar de winkel van Montana Meiland om glazen te halen voor Laura. Dat had ik gisteren al verteld. En die is vrijdagjarig en die wilde ze graag hebben. Dus die gaan we zo even ophalen. Vanmiddag moet ik nog even naar de fysiotherapie. En voor de rest zie ik het wel wat ik ga doen. Ik ben bezig met iets voor Suus. Dat weet ze ook al. Ik ben een adventkalender voor haar aan het samenstellen. Zodat zij die als verrassing iedere dag in haar vlog kan uitpakken. Dus daar moet ik nog wat laatste dingetjes voor halen. Want zaterdag moet ik hem aan haar geven. Of ga ik hem aan haar geven. Want dan heeft zij de tijd om hem op tijd te gaan uitpakken voor de kerst, zeg maar. Zij komt naar de skiles kijken, dus dat is heel gezellig. Ze zal daar ook wat filmen, dus dat vind ik ook heel erg leuk. Hopelijk is het een beetje droog genoeg om te filmen. Maar goed, dat gaan we zien. Zij kan nog vanaf de overkapping misschien filmen, dus dat scheelt natuurlijk wel. Ik drink nog even mijn koffie op, dan ga ik mama ophalen en dan rijden we. We moeten wel met twee auto's helaas, want het wordt te veel gedoe om met het kinderzitje en mijn rolstoel allemaal bij mama in de auto te gaan. Dus ik ga er met mijn eigen auto achteraan, dat is op zich geen ramp. En dan gaan we het zien. Ik zie jullie in Noordwijk. Nou, we zijn in de winkel aangekomen. We zien al hele mooie dingen. Leuke dingen. Echt zo gaaf. Kijk hier, allemaal mooi.
daar een hele mooie. Ik laat wel even wat sfeerbeelden zien, denk ik. Wat zie je? Zie jezelf, dag! Nou kijk maar, dan zie je jezelf. Oh. Wil je het opnemen? Ja, maar ik kan het er ook uit laten. Nee hoor, mag wel. Ja. Is Timmy, hè? Ja. Die komt van duimen. Wat is er van? Oh, van de duimen. Hij laat het zien. Hij heeft een heel raar kijk dan. Nou, het wordt steeds erger, lief schat. Die komt van duimen. Oh jee. En ja. Daar hebben we Montana. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je een leuke winkel. Leuk, hè? Ja, alles wat. Heel leuk. Ja. Prachtig. Je komt maar met dat t-shirt. Kom maar. Zo, ik ben weer thuis. Nou, dat was even super gezellig. Kees, de vader van Wies, was er ook nog even. Dus dat was ook leuk. Dus we zijn met z'n viertjes even de winkel doorgegaan. Montana even gesproken, even een foto gemaakt. Voor Laura natuurlijk. Cadeautjes gekocht. Toen heeft Kees ons nog een bakje koffie aangeboden. Dus we hebben heerlijk nog even koffie zitten drinken. Even met Timmy gespeeld natuurlijk. Nu ben ik thuis lekker even een boterham aan het eten. Ik heb net de video gemaakt. De uitslag van de winactie die gaat zo online. En als die online staat ga ik even naar het kruidvat. En even medicijnen ophalen bij de apotheek. Nou hoop ik dat dat droog gaat gebeuren. Maar ik ga zo eerst wel even bij de radar checken. Dus we zien het wel. Het was leuk in ieder geval. En Timmy even in de camera. Dat hebben jullie als het goed is hiervoor gezien. Dat was ook wel heel schattig. Hij vond het leuk om zichzelf terug te zien. Maar goed, dat was wel even gezellig. Zoals je ziet, inmiddels alweer heel wat uren verder. Het is 7:10. En mijn nieuwe skihelm is binnen. Die kan ik jullie wel even laten zien. Dan ga ik even kijken of jullie op dit statiefje een beetje leuk willen blijven staan. Zo, dit is mijn nieuwe skihelm. Ik ben er echt super blij mee. Ik heb hem bij de... Hij is van CB. Ik heb hem gewoon online bij de Lidl in de shop gekocht. Hij was wel €90. Dus het is niet echt dat hij spot goedkoop was. Maar volgens mij is deze helm normaal een stuk duurder. Dus het is alleen maar fijn. En dan kan je hem hier met deze knop kan je hem dan nog wat strakker zetten. En wat ik dus heel fijn vind is dat er een vizier op zit. Ik had een... losse skihelm. En ik heb dan wel een skihelm, een losse skibril. En ik heb dan wel een skibril die over mijn gewone bril heen zou moeten passen. Maar dan nog zit het te duwen en het beslaat de hele tijd. En zo'n vizier vind ik echt super handig. En dit vizier kun je dus er ook nog afhalen als je dat zou willen. Maar er komt nog een vizier bij. Want ik heb dus deze is gewoon... Ja, zonnebril, vizier, glas. Ja, er zit nog een ding overheen hoor. Dat moet er nog af. Maar ik heb ook een geel vizier erbij. Krijg je erbij. Maar ik dacht, hè, die zit er niet bij. Toen wou ik gaan bellen. Toen zag ik op de bon staan, uw bestelling is nog niet compleet. Wordt in 2 delen geleverd. Dus toen dacht ik, oh, dan wacht ik het nog maar even af. Dus, mooi nieuw helmpie. Hey, hi. Het is vrijdag. En er is veel gebeurd. Gisteren had ik een waanzinnig drukke dag. Ik moest werken op locatie 1. Had ik een lunchbijeenkomst op locatie 2. Heb ik gewerkt op locatie 3. Heb ik... 1, 2, 3... Er was nog iets... Had ik training op locatie 4. Toen moest ik dansen. Ik had mijn camera de hele dag bij me. Maar het is er gewoon niet van gekomen. Als ik dan zo druk ben, dan vergeet ik het. En op die training wilde ik graag filmen, maar... Allemaal mensen die ik niet kende, dus dat vond ik dan toch weer te ongemakkelijk. Maar goed,
Vandaag heb ik gewerkt en vandaag is Laura jarig. Gefeliciteerd! Nou, dat heb ik natuurlijk al gedaan, maar weet dat ze dit kijkt, dus dat vind ik leuk. Ik ga nu naar haar toe. Ik moet nog even wat sieraden omhangen en dan ga ik haar kant op. En ik neem jullie gezellig mee. En ik ben uitgenodigd voor een tweede gesprek. Als jullie deze vlog zien, dat heb ik om 10 uur 's ochtends het gesprek of al gehad. Het ligt er een beetje aan hoe laat jullie dit zien. Dat weet ik nooit echt zo goed van tevoren. Terugkoppeling gehad van de arts. Er moeten nog wat aanvullende onderzoeken gedaan worden voor de definitieve plan van aanpak komt. Maar dat er een operatie komt, dat is in ieder geval duidelijk. Ik weet alleen nog niet wanneer, hoe, wat, waar. Heb ik nou even stil van Sande? Gelukt, hè? Nou, niet meer. En nou dan zie ik jullie straks gezellig bij Laura. Ik ben bij Laura gearriveerd. Gefeliciteerd! Dankjewel. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Wil je zelf even een toertje doen van wat je gekregen hebt? Want jij kan het beter filmen dan ik, denk ik. Dan mag je hem zelf even meenemen. Ga jij even vertellen. Nou, hoi allemaal. Nou, ik ben weer een jaartje ouder vandaag. 36. Oud, hè? Ik zal eens even laten zien wat ik gekregen heb voor mijn verjaardag. Deze heb ik van mijn ouders gekregen. Heel erg mooi. Ze hebben de jurk nagemaakt. Het boeketje. Ik ben er super blij mee. En ik heb nog van mijn ouders een mooie kandelaar gekregen. Dat vind ik ook echt heel mooi. Ja. Voor als ik eters krijg, lekker chic. En ik heb nog zelf konijnenvelletjes gekocht. Ook zo schattig. Niet van papa. En van Roy krijg ik nog een cadeautje. Maar dat is nog onderweg. En opzetten. Dus we houden nog even in spanning. Mag ik hem even terug? Dat mag, dat mag. Want ze heeft van mij ook nog geen cadeautje gekregen. En ook nog van Robert en Wies. Daar zijn ze. En ik denk dat het nu, want Robert moest werken, dus die was wat later. Ik denk dat het nu tijd wordt dat we ons cadeautje gaan geven. Staat daar weer. Is dat, is nou, dat zo? Dat lijkt mij wel de bedoeling. Ja, hè? Kijk, Robert die is deze... We zijn al trek aan het wijnen. Wij zijn al aan het wijnen, ja. Nou, kunnen we nog niet echt beginnen. Ik wijn sneller dan jij, dat is alweer duidelijk. Dat is een beetje jammer. Ik ga hem even pakken doen. Oké. Okay. Oh, en ondertussen worden we ook van lekkers voorzien. Gefeliciteerd! Waar ben je? Daar ben je. Hier ben ik. Heet ook, waarschijnlijk. Hallo. Ik kom zo bij jullie terug. Meneer Douw, even de aandacht. Zullen we even samen filmen? Nee. Hi. Een verrassing. Kijk, daar ben jij. Nee. Het is een cadeau uit Montana's gift. Dat mag ja. En interior. Wat? Lieve schat, wat ja. Gaan bij je. Wijnen. Hij gaat openmaken. Heel voorzichtig, als het valt. Nou, dan jullie dan kunnen vast wel raden wat erin zit, maar ik ga toch even filmen. Oh, wat heb ik hier dan opgewacht? Oh. Ja! Voor die foto van Wies met Montana. Had je die al gezien? Heb je een foto gemaakt? Lau, had je die al gezien? Ja, tuurlijk. Mag ook even onder de opkuttelen zo. Wat? Hey, kijk wie we daar hebben. Hi. De Cas. Hoe is die jongen? Goed zo. Nou, even kijken. Kijk. Open. Je hebt gehoord van wie het allemaal is, hè? Ja. Ja hoor, daar zijn ze. Tadaa! Even kijken wat erop staat. Oh, wat mooi, wat goed. Wat goed. Mogen ze... Wijnen. Goedemorgen. Het is zaterdag vandaag en mijn stem is er een beetje aan. Maar was gezellig gisteren, daar is mijn stem er niet van aan. Maar ik begin een beetje
verkouderig te worden, geloof ik. Nee, maar goed. Was gezellig gisteren bij Laura, was een leuk feestje. Of ja, een leuke verjaardag. Ze is verwend, ze vond de cadeautjes leuk. Dus nu ben ik in skikleding, drink ik even mijn koffie op. Ga ik tanken en dan op naar huizen. En ik heb daar in een tas al de adventkalender voor Suus klaar. Die komt daar ook gezellig naartoe om hem op te halen en om te kijken bij het skiën. En misschien nog even wat filmpjes te maken en zo. Maar die gaan jullie dan verderop nog wel in deze vlog zien. Was die van mij of niet? Ja. Nou, ik ben daar en ik heb een cameravrouw meegenomen, dus dat is fijn. En zij gaat ook straks even filmen als ik op de baan ben, maar ik heb het ook niet, dus ik ga mijn handschoenen aantrekken. En ze heeft een hele mooie helm. Ja. Oh ja, Rara, wie is de cameravrouw? Die hadden ze al gezien. Nou, dit is de ski van Bianca. Daar gaat ze straks in. En ze zijn nu even nog wat dingen aan het regelen. En er staat dan straks ook een meneer achter. Kijk, die meneer. Nu krijgt Bianca even les. En ze moeten dan wat opdrachtjes doen. En dat is de instructeur die daar zit. Op, je kunt het. Ja, daar gaat ze weer. Oh, kijk, die gaat ook al. De skiles zit erop. Ja. Ik heb een iets minder tevreden gevoel als vorige week. Maar dat is meestal de tweede keer. Want dan denk je de eerste keer, oh dat gaat lekker. En dan krijg je weer allemaal nieuwe opdrachten. En dan gaat het weer allemaal niet. En toch, als ik het verschil zag tussen de eerste run en de laatste. Ja, echt een heel groot is verschil. Is ook zo. Alleen ik ben iets wat streng voor mezelf wat skiën betreft. Nou, ik denk echt dat je gewoon tevreden mag zijn. Want je hebt, als ik zie wat voor progressie je gemaakt hebt vandaag ook, weer. Is ook. Is echt, ook. Ja. Dus ik had een wel hele leuke begeleider, leuk gekletst en hij deed leuk mee, was een nieuwe. Dus was heel erg leuk. Maar nu moeten wij helaas alweer afscheid nemen, want ik ga vanavond naar de Eering met papa. En dus ik moet wel om 4:30 kant en klaar, gedoucht en wel, er zijn. Dus en dat ga ik eerst doen. En mijn accu is leeg, dus we gaan, de nieuwe accu is thuis. Dus doei! Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar wij zijn in de passie. We hebben net lekker gegeten. Ahoy is hier aan de overkant. Heb ik wel verdiend. Komt wel op. We zijn met een heleboel mensen. Kijk. Leuk. Foto's. Ja.
Gelukkig. Wat ben je aan het doen? Ik ben de foto's aan het bekijken van het avondje Ering. Ik heb er enorm veel plezier aan. Met al onze hagenezen en toekomstige zoetermeerders. Wat minder. Maar ja, ik kan dat niet veranderen. We zijn hier ook met de buren en de buren gaan verhuizen. Hij is het er niet mee eens. Nee. Ja, maar goed. Het is het gevoel. Het is niet anders, hè? Het is het gevoel of dat je sleutel afbreekt in de vlek. Ja. Oh ja, dat is ook nog een leuk verhaaltje, maar dat komt morgen wel even. Nou, wederom geen idee of je me kan horen, maar we zijn binnen. Hi. Hi. En ja, we zijn goede plekken? Ja, wel. Ja, hè? Kijk. Wij zitten hier en daar is het podium. Dus we kunnen zo mooi over iedereen heen kijken. En volgens mij gaan ze beginnen, dus je ziet mij nu ook niet meer. Zo, goedemorgen. Eigenlijk is het al goedemiddag. Het is de volgende dag. Het is 12:30 geweest. Wat was dat gaaf. Was echt een heel tof optreden. Ik ken lang niet alles van de Golden Earring. Maar ja, ze deden het toch wel echt leuk. Al moesten ze het wel met z'n allen uit de tenen persen hoor, soms. Oh, echt. En ik ook inmiddels, zoals je hoort. Niet dat ik nou heel veel mee heb gezongen of wat dan ook, maar ben gewoon een beetje mijn stem kwijt. Nou ja, dat kan gebeuren. Zoals jullie zagen heb ik de vlog helemaal doorgetrokken van maandag tot en met dan gisteren. En nou, ik hoop dat je hem leuk vond. Bedankt voor het kijken. Doe je een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En ja, er komen ook weer creatieve video's aan, want ik heb te druk gehad om dat te doen. Maar ik hoop daar komende week weer wat rust voor te vinden. En daarom is er afgelopen zondag voor jullie ook weer geen video online gekomen. Ja, het is een beetje druk allemaal. Dus ik kan het gewoon niet altijd erbij doen. Dat is nou eenmaal zo. Maar goed, in ieder geval dankjewel voor het kijken. En zie je in een volgende video. Doei doei! Bye.
Wil jij daar even een foto van maken?